De vereniging Dyslexie Suriname heeft gisteren een bijeenkomst georganiseerd om informatie te verschaffen over de aandoening aan ouders en leerkrachten. Deze kunnen dyslectische kinderen makkelijker identificeren. Dyslexie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door het moeilijk kunnen lezen of spellen van woorden. Dyslexie wordt ook wel woordblindheid genoemd. Volgens Amanda Cheombaar, secretaris van de vereniging, is de linker hersenhelft van kinderen met dyslexie minder ontwikkeld, waardoor hun talencentrum kleiner is. Afhankelijk van het type dyslexie, want geen één dyslect hetzelfde, je kunt verschillende flavors hebben, moet dat kind heeft uitvallen of heeft bepaalde behoeftes. Sommigen hebben behoeftes al bij het moeten zien en lezen, en anderen die hebben alleen maar behoeftes met het moeten spellen, dat kan. Dus afhankelijk van hun type dyslexie hebben ze ook een bepaalde behoefte nodig in hun klas en thuis met hun huiswerk. Wat eigenlijk in een nutshell, ik zeg het altijd in Jip en Janneke taal, wat eigenlijk een kind met dyslexie doet, feitelijk door gewoon gestructureerd en op een bepaalde systematische manier met deze kinderen te oefenen, ontwikkelen ze zelf hun route in hun hoofd. Dus wij, niet dyslexie, doen dat allemaal met onze linkerhelft. Maar zij gaan alle kanten op. Zij maken hun eigen pad in hun hoofd. Ze gebruiken hun rechter hersenhelft, ze gaan weer terug, ze gaan weer terug naar hun rechter. Whatever is needed. Ze maken hun eigen route. En de kunst is dat deze route, wat bij hun manueel gaat, dat gaat bij ons automatisch, maar bij hun manueel, dat moet geoefend worden. Cheombaar benadrukt dat kinderen met dyslexie geen speciale school hoeven te bezoeken. Zij kunnen het reguliere onderwijs volgen, maar wel met de juiste begeleiding. Er is een verschil tussen een leesprobleem en een leesstoornis, zegt Cheombaar. Dyslexie is een leesstoornis. Dat is hardnekkige dat je moet gaan aantonen. Ja? Maar wat we hebben door ons, ik ga dat toch zo zeggen, een slecht leesonderwijs. Ja? Ik kan er geen ander woord voor verzinnen. Hebben we heel veel leerlingen ertussen zitten die gewoon een leesprobleem hebben. Dus wanneer je deze kinderen neemt en remedieert, na 3 maanden zijn ze up to speed en zijn ze in orde. En dan krijg je die kreten die in Nederland wel eens worden, dat kind dyslexie is verholpen. Nee, dat kind had nooit dyslexie. Punt. Dat kind had een leesprobleem. En aangezien onze leesmethodiek dus nog niet helemaal sluitend is, moet je dus eerst dit stukje wegfilteren. Heeft je kind een leesprobleem? Dan begreep je kind zijn of haar juf in de eerste klas niet. Wegfilteren, wegkrappen. Dus wat wij doen en wat wij eisen, dat zeg ik even aan alle ouders, want het gebeurt nog wel eens dat men het niet op die manier doet. Je test moment 1, dan remedieer je afhankelijk van de behoefte van dat kind. Dat kan 3 tot 9 maanden duren. Je remedieert eerst en dan test moment 2. En dan pas mag die verklaring komen, niet eerder. Amanda Cheombaar, secretaris van de vereniging Dyslexie Suriname. De vereniging heeft gisteren een bijeenkomst gehouden in het auditorium van Self Reliance.